En jaarlijks wordt op 17 mei stilgestaan bij wereldhypertensie of hoge bloeddrukdag. Het doel van deze dag is om het bewustzijn te vergroten en preventie, detectie en controle van hypertensie te bevorderen. Het thema voor dit jaar is Measure Your Blood Pressure Accurately, Control It, Live Longer. Oftewel, meet uw bloeddruk nauwkeurig, controleer het en leef langer. Het thema is gericht op het vergroten van bewustzijn over nauwkeurige bloeddrukmeetmethoden en het bijhouden van de bloeddrukwaarde, zegt Rakesh Gayaraj, Gayadhar Sukul, directeur van Volksgezondheid. Inderdaad, het is goed om regelmatig de bloeddruk te controleren, vooral als er familieleden zijn die bekend zijn met hoge bloeddruk. En heel belangrijk is de promotie van healthy lifestyle. Healthy lifestyle waarbij we alle risicofactoren voor cardiovasculaire aandoeningen ook aankaarten. Dus denk maar aan overgewicht. Overgewicht die heeft weer risico op hoge bloeddruk en suikerziekte. En als je suikerziekte hebt en hoge bloeddruk, dan kan je voorstellen dat je een hogere kans hebt op allerlei complicaties. Complicaties zoals blindheid, slechte devices met blindheid als gevolg, kan ook verlamming. Wanneer de bloedvaten in het hart sneller vernauwd raakt, de kransslagaders, dan heb je makkelijker hartinfarct. Over het algemeen is er in Suriname weinig kennis wat bloeddrukwaarde is, omdat het niet regelmatig wordt gemeten. Het is heel belangrijk om vroegtijdig te ontdekken wanneer de bloeddrukwaarde laag of hoog is. De volksgezondheidsdirecteur geeft aan wat de gevaren zijn voor mensen met hypertensie als zij COVID-19 oplopen. Het internationaal onderzoek is al uitgewezen dat hoge bloeddruk ook een van de risicofactoren behoort. Dat je een ernstig verloop van de ziekte kan hebben. Dus vergeleken met iemand zonder hoge bloeddruk. Er zijn een aantal risicofactoren geïdentificeerd voor mensen die COVID-19 opgelopen hebben. Die risicofactoren die leiden tot ernstige ziekte of dood. En die risicofactoren zijn een hogere leeftijd, chronische aandoeningen zoals suikerziekte en hoge bloeddruk, nierfalen en een aantal andere chronische aandoeningen. Overgewicht, moeten wij niet uit het oog verliezen. Maar dan zie je weer dat hoge bloeddruk weer hiervoor voor een extra negatief effect zorgt voor je gezondheid. Het is heel erg belangrijk om healthy lifestyle te promoten, zodat men een verkleinde kans heeft op hoge bloeddruk. Rakesh Gayadhar Sukul, directeur van het ministerie van Volksgezondheid. Het ministerie adviseert mensen met hoge bloeddruk tijdens de COVID-19-pandemie zich te laten vaccineren. Personen die bloeddrukmedicatie gebruiken, worden aangemoedigd deze te blijven gebruiken zoals voorgeschreven en indien mogelijk thuis hun bloeddruk te meten.